Op dit moment is Suriname niet aantrekkelijk voor andere CARICOM-burgers, zei minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet bekwame burgers van de Caribische gemeenschap. CARICOM-burgers hebben op basis van vrij verkeer voor bekwame burgers de mogelijkheid om naar een ander land te gaan. Echter moet er daarvoor toestemming gevraagd worden. Er zijn echter factoren waarom andere CARICOM-burgers geen interesse tonen in Suriname, meent de bewindsman. Eén is uiteraard de taal. In Suriname praten we Nederlands. In de rest van het Caribisch gebied wordt veelal Engels gesproken. Dus er was gevraagd om statistieken, voorzitter. Dus dat zijn de statistieken in de periode 2018-2022. In totaal heeft Suriname 11 certificaten uitgegeven en heeft Suriname 5 certificaten geverifieerd in die periode. De bewindsman zegt dat er op twee manieren een vrij verkeer voor bekwame burgers aangevraagd kan worden als een CARICOM-burger naar een ander land wil. Eén is, je vraagt in het betreffende destinatieland, vraag je vrij verkeer aan. Of je gaat naar een destination country, ga je met een certificaat, welke is uitgegeven door de competente autoriteit van een ander lidland. En is het certificaat uitgegeven door de competente autoriteit van een ander lidland, dan zal er slechts verificatie plaatsvinden. Wat is het verschil tussen gaan met een certificaat en gaan zonder een certificaat? Als je gaat met een certificaat, welke geverifieerd moet worden, voorzitter, dan heb je het recht om onmiddellijk te werken. Ga je zonder een certificaat en vraag je vrij verkeer aan in het land waar je naartoe gaat, dan moet je eerst de bevindingen afwachten van de competente autoriteit alvorens je mag werken. Minister Stephen McAndrew zegt dat er in 2022 7 certificaten zijn uitgegeven aan Surinamers, zodat ze konden werken in een ander Caribisch land. In 2022 is er slechts 1 andere CARICOM-burger naar Suriname gekomen middels dit systeem.